die naar Syrië zijn getrokken, is een federale discussie. En mijn partij is daar ook redelijk helder in wat ons standpunt betreft. Maar één keer dat die kinderen hier zijn, is natuurlijk een Vlaamse jeugdhulpmaatregel waar dat die kinderen onder vallen. En dan is er iets, meneer de minister, dat mij van het hart moet. En dat is als je een Vlaamse moeder bent en je brengt je kind in een verontrustende opvoedingssituatie en er is geen enkele andere optie, dan word je van je kind gescheiden. Dat is de regel, dat vinden we normaal. Als je een moeder bent die IS steunt en je brengt je kind in een verontrustende opvoedingssituatie omdat je het meeneemt naar Syrië, dan is dat voor de federale overheid net de reden, ja, om het wille van het feit dat de moeder en het kind niet mogen worden gescheiden, om ze samen terug naar hier te brengen. En om het dan nog paradoxaler te maken, één keer dat ze hier zijn, wordt het kind en de moeder toch van elkaar gescheiden. Daar is mijn verstand echt te klein voor.